Rheberg in Wanica. We zijn op bezoek bij de Vereniging van Melkboeren in Suriname, want ook zij hebben hun eigen uitdagingen vandaag aan de dag. De prijs van de melk is op dit moment 10 SRD, maar het zou rond de 15 SRD moeten liggen. We praten hierover met de voorzitter van de Vereniging van Melkboeren in Suriname, zo meteen, en dat is de heer Edmund Bluffman. En hij vertelt ons ook meer over de andere uitdagingen waarmee de boeren te kampen hebben. Meneer Bluffman, als voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melkboeren, wat zijn de problemen waarmee jullie vandaag aan de dag te kampen hebben? Nou, de problemen zijn legio. Er zijn een heleboel problemen. Veel heeft te maken met de prijs van de melk. Melk is nog steeds een product dat een prijsbepaling heeft van de overheid. En de opkoopprijs van melk is op dit moment 10 SRD voor melk met een vetgehalte van 3,3. Dat is het normale vetgehalte. En met die 10 SRD kom je in principe dus niet uit. Het voer wordt elke keer duurder. Alle andere inputs worden duurder. En dan praten we nog niet eens over investeringskosten. Ja, dus je dagelijkse kosten, je productiekosten, die zijn al enorm. Want je moet die koek bijvoeren. Je hebt medicijnen nodig. Je hebt reinigingsmiddelen nodig. Je hebt brandstof nodig. Je betaalt voor stroom en voor water. Want het beste is dus ook schoon water, dus leidingwater. En zo zijn er dus een heleboel kosten. Maar je hebt ook investeringskosten, je hebt ook vervangingskosten. Als op een gegeven moment je stal oud wordt, moet je hem gaan renoveren. De hekken gaan kapot, koeien maken hekken stuk op een gegeven moment. Dan moet je nieuw prikkeldraad kopen, nieuwe palen kopen. Het zijn allemaal enorm hoge kosten. En om maar een voorbeeld te noemen, een rol prikkeldraad kost nu zoiets van 2500 gulden. En dat was vroeger 300 gulden of zoiets. Ja. Dus de dingen zijn zo enorm gestegen, zoveel maal gestegen. En die melkprijs is niet meegegaan, niet voldoende meegegaan. Maar waarom gaat die niet mee? Dat is omdat regering op regering steeds zegt van ja, melk is een belangrijk voedingsmiddel, vooral voor baby's enzovoort. En voor oude vandaag. En het moet betaalbaar blijven voor de arme mensen. En we hebben daar ook geen probleem mee. Maar het is nu nog steeds, wordt er objectsubsidie toegepast en geen subjectsubsidie. Dus als er naar subjectsubsidie zouden gaan en alleen dus zeg maar de mensen die het niet kunnen betalen subsidiëren, dan is het wat anders. Maar nu subsidieert de boer zelfs de rijkste mensen in Suriname, om het zo te zeggen. Want de boer subsidieert omdat hij weinig voor die melk krijgt. Oké, maar de gesprekken met de overheid, wordt dit dan allemaal niet duidelijk gemaakt? Jawel, jawel. En de minister heeft wel oor. En de minister zegt wel steeds, ja, we werken eraan, we doen. En er zijn dus kleine prijsverhogingen gekomen de laatste tijd. Maar het is niet voldoende. En als de overheid zegt, we willen die sector behouden en we willen dat die sector zich gaat uitbreiden, in plaats van gaat inkrimpen, want het is alleen maar ingekrompen de laatste tijd. We zijn gegaan van ongeveer 30.000 liter per dag naar 4.000 liter per dag. Toch? Dus het wordt steeds minder. Steeds meer boeren gooien de handdoek in de ring. Zeggen van, ik doe het niet meer. En je hebt een stukje vergrijzing. Je hebt boerenzonen zeggen, ja, ik ga dit niet doen. Het is namelijk ook een job die je 7 dagen per week, 365 dagen per jaar moet doen. Ook met kerst, ook met oud opnieuw. Je moet 2 keer per dag die koe melken. Dus als dat dan niet lucratief is, dan houdt het op. Dan gaan mensen zeggen van nee, ik ga niet meer melken. Ik ga slagkoeien doen. Of ik ga wat anders met mijn grond doen. Ik ga planten. Dus dat is heel veel gebeurd. Ook hier in dit gebied, in het Rheberggebied, zijn de meeste boeren nu gestopt. En doe iets heel anders. Sommigen hebben dus gewoon slachtvee gezet. Ik heb een paar boeren gesproken die zeggen, ik plant nu. En een plant hoef je niet elke dag te verzorgen. Maar 30.000 naar 4.000 is wel veel.
Wat heeft dat voor de gevolgen voor, want de melkboeren leveren aan de melkcentrale. Wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, het gevolg daarvan is dat de melkcentrale steeds meer melkpoeder gaat gebruiken en steeds minder boerenmelk. Dus vroeger was het voornamelijk boerenmelk en een beetje aangevuld met een beetje poedermelk. Nu is het omgekeerd. Nu is het poedermelk aangevuld met een beetje boerenmelk. En sommige consumenten zeggen ze merken het. Andere consumenten merken het misschien niet. Maar sommige mensen zeggen ze merken het. En de andere verwerkers, ik wil niet zeggen verwerkers, want ze zijn geen verwerkers, de andere melkproducenten, zogenaamd, die werken alleen met poedermelk. Dus die kopen helemaal geen boerenmelk. Dus Michi en zo, die zijn puur poedermelk, puur import. Oké. Maar u zei eerder, een liter melk kost op dit moment 10 SRD. Hoeveel zou het moeten kosten om voor de melkboeren? Wij hebben op een gegeven moment een prijscalculatie gemaakt. En bij de koers van nu, bij de huidige koers, kwamen we op 14,70. Oké. En de overheid wil dat niet toekennen? Nee, niet in één keer. Dus de minister geeft wel aan dat hij langzaam het gaat aanpassen. Maar... dus niet in één keer, omdat ja, hij zegt we moeten ook naar dat systeem van subjectsubsidie moet op gang komen. We moeten dus gaan inventariseren wie dan in aanmerking moet komen. Dus dat is natuurlijk een stukje moeilijker, dat begrijp ik ook wel. Want nu om het product te subsidiëren, maar ja, dan moet de overheid die subsidie dan doen, toch? En niet de boer, want daar komt het nu op neer. Op een gegeven moment lijkt het als wij de melk subsidiëren. Omdat we zo weinig ervoor krijgen. Van de overheid? Nee. Wij krijgen alleen dat bedrag. En wij krijgen niks anders. En daarnaast zijn er dus een heleboel andere dingen die ook spelen natuurlijk. Dingen als, hoe kom ik aan nieuw fokmateriaal? Net hebben we een brief gehad, een week geleden, dat er uiteindelijk weer... sperma is geïmporteerd. Zo, dus van fokstieren. Uiteindelijk weer na heel lange tijd. Maar de hele tijd kon je dus niks krijgen. En dan is het probleem nog, wie gaat die inseminaties doen? De overheid, de LVV, had inseminatoren. Maar ja, met die paar inseminatoren lukt het ook heel moeilijk. Omdat inseminatie moet binnen een bepaalde tijd gebeuren. Zodat die koe dus tochtig is, dat wil zeggen die koe is vruchtbaar, dan moet het binnen een paar uren gebeuren. En voordat die inseminator hier naartoe komt, dan is het al voorbij. Toch? Dus wij hebben ook aangegeven aan LVV, train boeren om te insemineren. Laat boeren zelf insemineren en zorg dan dat die rietjes, die spermarietjes beschikbaar zijn, zodat wij dan het zelf kunnen doen. En dus ja, dus uiteindelijk is er dus weer wel... Is er weer sperma te krijgen, maar het hele inseminatieproces is nog niet op gang gekomen. En al die tijd hebben we dus eigenlijk geen goed fokmateriaal gehad. En daardoor gaat dus ook, dan gaat je productie achteruit. Want je koopt misschien een stier bij een andere boer, maar het is geen volbloed meer, toch? Want hij is gekruist. Dus je weet niet wat je koopt. Eigenlijk koop je een poespoesasaka, om het zo te zeggen. Je koopt een stier. En die man zegt, ja, het is van een goede koe en die vader is goed en die moeder is goed. Maar je weet het niet. Toch? Je koopt iets, maar je weet niet wat je koopt. En terwijl als je dus een inseminatie doet, dan weet je wel wat je insemineert. Toch? Dus er zijn een heleboel dingen die spelen. Voer, de controle op voer is er in totaal dus ook niet. De overheid controleert bijvoorbeeld ook de kwaliteit van het voer niet. Want ze kunnen het niet eens. Ze hebben niet eens het laboratorium om dat te doen. Dus als een voerfabriek knoeit, ik zeg niet dat ze het doen, maar als ze het doen, is het niet te controleren. Slijpmeel is een afvalproduct eigenlijk van rijst, toch? Maar het is een belangrijk voedingsmiddel voor de koe. We gebruiken aardig wat slijpmeel. Maar het wordt elke keer duurder. Slijpmeel was 3-4 jaar geleden 25 gulden een zak. En nu is het 150 gulden een zak. Dus zo ga je maar door. Alle prijzen die gaan enorm omhoog.
En ook andere dingen, dingen als je gebruikt een beetje chloor om je dingen te ontsmetten. Je staal, je machines enzovoort. Je gebruikt afwasmiddel. Al die dingen, die, daar zult u zelf weten wat de prijsstijging van is. Een paal, een walaba paal, zo'n draadpaal noemt men dat ding, was een tientje, is nu 30, 35 SRD. En zo ga je maar door. Dus de kosten en de inkomsten gaan niet samen. Ja. En de pandemie, wat waren de uitdagingen van de pandemie? Voor ons minder, omdat je eigenlijk op je boerderij zit en die koeien kunnen geen COVID aan ons geven. Tenminste, dat is tot nu toe niet bewezen. Toch? Dus je moet wel, natuurlijk, als je personeel hebt, moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Het is wel voorgekomen dat op boerderijen dat er dus mensen met COVID, dus personeelsleden met COVID zijn gekomen. Ja, dat geldt in principe voor elk bedrijf. Dus ik denk niet dat wij daar extra uitdagingen hebben gehad. Maar, en natuurlijk als je voer gaat kopen enzovoort, moet je aan de COVID-regels houden. Maar dat geldt voor iedere Surinamer en voor iedere wereldburger, denk ik. Maar in de operatie heeft... Nee, dus in de operatie zelf heeft dat weinig invloed gehad, omdat je met dieren werkt. En tot nu toe is het dus niet bewezen dat dieren het overbrengen. En ik heb het in elk geval niet van ze gehad. Oké. Meneer Brufpand, wat zou op dit moment de ideale situatie zijn voor de melkboeren? Want hoeveel leden zitten in de vereniging? We hadden destijds ongeveer 100 leden. In der tijd waren er ongeveer 400 boeren die melk leverden aan de melkcentrale. Hoeveel dat nu is, weet ik eerlijk gezegd niet. En hoeveel leden ik nu nog heb, weet ik ook niet. Omdat de contributie via de melkcentrale wordt ingehouden. Dus als je melk levert, dan betaal je per liter melk een bepaalde een centje contributie of zo. Dus, maar als die boer stopt, dan is hij in principe geen lid meer, want hij betaalt geen contributie meer. Dus ik zou nu weer aan de melkcentrale een lijst van boeren die nog leveren moeten opvragen. En die dus hebben getekend dat ze contributie willen betalen. Maar dus op dit moment weet ik totaal niet hoeveel dat zijn. Maar het zal niet erg veel meer zijn, denk ik. Toch? Er zijn zelfs mensen geweest die hebben gezegd van, ik heb het gestopt, ik heb die contributie gestopt. Omdat ja, ik kan me voorstellen dat als je weinig verdient, dat je een contributie ook niet wil betalen. Dus, en vaker wordt ook aangegeven, ja, het bestuur doet niet genoeg voor ons. Het is ook niet zo makkelijk. We schrijven brief op brief aan de minister. Ik mag blij zijn dat ik met deze minister mag appen, toch? Dus met deze minister, die er nu is, heb ik vrij goed contact. Ik kan hem appen en hij reageert altijd. Dat moet ik hem meegeven, toch? Dus, maar het is ook niet zo makkelijk om dingen gedaan te krijgen. En zelfs voor de minister is het niet zo makkelijk. Want de minister moet ook naar de raad toe. En dan heb je daar een minister van Sociale Zaken die er anders over denkt, toch? En misschien een minister van Financiën, ik weet het niet, maar in elk geval zijn andere ministers die andere invalshoeken hebben. En die dus zeggen van ja, we moeten ook denken aan onze kiezers. Hoewel wij ook kiezers zijn, maar ja, u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Oh, dus het is niet zo makkelijk, ik begrijp dat ook wel. Maar als je dus, het lokale wil stimuleren, dan zullen er impulsen moeten komen. En die inseminatie is dus één, maar er zijn een heleboel andere dingen, toch? Ook bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, toch? Dit was een melkveegebied. Er zijn verkavelingen in het melkveegebied. Als straks hiernaast mij iemand verkavelt en er komen woonhuizen, kan ik me goede opdoeken. Dat kan ik u nu al zeggen. Omdat die mensen niet... Als nu mijn koe naar de buren gaat, bel die buurman, van COVID in migrant. Kom hem halen. Maar als je een woonhuis hebt waar mensen wonen die totaal niets van koeien weten. Als ze naar de politie en toestanden en ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Toch? En dan moet die persoon ook nog een paar potplanten hebben die koe heeft omgegooid. Dat is helemaal ellende. Toch? Dus we hebben het vaker gezien. In gebieden waar dus
er veel bewoning komt, gaan die boerderijen weg. Dus die gaan op moeten schuiven. En melk is een product dat gauw bederft. Ook dat is een probleem, het transport. Daar hebben we ook al een hele tijd problemen mee. Want wij hebben gevraagd dat het gebeurt in koelwagens. Het gebeurt nog steeds in die melkbussen, in open trucks. Dus, en de melkkeuring geschiet bij de melkcentrale. Dus de boer is zeg maar, verantwoordelijk voor die melk, om het zo te zeggen, totdat het bij de melkcentrale wordt gekeurd. Maar de transporteur kan lang onderweg zijn. Want die transporteur komt niet alleen bij mij halen, want er zijn dus vaste transporteurs. En die rijdt de hele route. En voordat hij bij de melkcentrale komt, is er misschien 2, 3, 4 uur voorbij gegaan. En in die periode heb je de bacteriën zich zoveel keer vermenigvuldigd, dat die melk verzuurd kan zijn. Toch? Dus ook dat is een heikel punt. We hebben al zo vaak gevraagd, een minister van weet ik hoeveel jaren terug, had zelfs al een merk van auto aangegeven van koelauto's die hij had besteld voor de transporteurs. We hebben ze tot nu toe niet gezien. Dus er zijn zoveel dingen. Ja. Er zijn zoveel dingen. In het buitenland wordt die melk getransporteerd in tankwagens die op 4 graden blijven. Zo, die melk moet eigenlijk op 4 graden gehouden worden. En hier gaat het in de ochtendmelk gaat warm weg, toch? Die ochtendmelk is misschien 20 graden. En die wordt dan bij 20 graden getransporteerd in een open pick-up met de zon erop. En als net bij de melkcentrale aankomt, mag je blij zijn als het nog niet verzuurd is, in principe. En dat is dan voor rekening van de boer? Ja, dus als ze daar keuren en het wordt afgekeurd, krijg je je melk terug. Dan heb je niks verdiend die dag. Ja, wat zou de ideale situatie op dit moment zijn voor de melkboeren? De ideale situatie zou zijn dat er beleid komt. Beleid is eigenlijk het allerbelangrijkste. Beleid waarbij dus boeren worden gestimuleerd. Waarbij bijvoorbeeld ook begeleiding komt vanuit het ministerie. Er zijn resorten, er zijn resortkantoren. Op die resortkantoren zijn er begeleiders, er zijn dierenartsen, er zijn zoveel mensen in dienst. Maar we zien ze niet op de boerderij. Ze zouden gevraagd en ongevraagd hier moeten komen om ons te stimuleren, om ons te zeggen van, zou je dit niet liever zo doen, toch? Dus er zou een stukje wisselwerking moeten zijn. Ik begrijp wel, we zijn ondernemer, we moeten het zelf doen. Maar als je het wil stimuleren, als je dus vindt dat je het wil behouden en wil stimuleren, dan zal die overheid toch het een en ander moeten doen. En dan wil ik niet zeggen dat ze met geld moeten inkomen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat we aan goedkopere leningen kunnen komen. Dat is ook een aspect uiteraard. Dat boeren kunnen investeren. Want als je niet kan investeren, houdt het ook op een gegeven moment. Gronduitgiftebeleid. Bestemming, dus bestemmingsgebieden. Dus al dat soort zaken. Dus er moet gewoon een stukje beleid komen waarbij dus het aantrekkelijk wordt voor die boer om het te gaan doen. Maar anders gaat hij het niet doen, dan gaat hij iets anders doen, waar hij minder hoofdpijn heeft. Want koeien worden ook ziek, toch? Koeien gaan zelfs dood. En het is allemaal niet zo gemakkelijk. En je moet elke dag op dezelfde tijd, 2 keer per dag, moet je melken. Dus het is niet zo gemakkelijk.